zittenden het leven gekost. Aan boord bevonden zich 134 Franse toeristen. Volgens de Egyptische luchtvaartautoriteiten is de crash veroorzaakt door een technisch mankement. Het vliegtuig stortte vanmorgen neer in de Rode Zee, kort na het vertrek uit de Egyptische badplaats Sharm el-Sheikh. Het vliegtuig zou via Cairo doorvliegen naar de eindbestemming Parijs. De Boeing 737 van de Egyptische chartermaatschappij Flash Air verdween om 5:00 vanochtend, vlak na het opstijgen, van de radar. Direct werd voor de kust van Sharm el-Sheikh een grote zoekactie op touw gezet, maar overlevenden werden niet gevonden. Aan boord waren 134 Franse toeristen, op weg naar huis na een vakantie aan de Rode Zee. Verontruste familieleden wachten vanmorgen op het vliegveld van Parijs nog op nieuws vanuit Egypte. Maar al snel kregen ze te horen dat niemand de ramp had overleefd. Il y a, vous savez, toute une cellule psychologique qui a été mise en place. Je dirais que malheureusement, nous avons une certaine habitude dans cette affaire avec une série de catastrophes aériennes depuis quelques années qui fait qu'ADP et les compagnies ont bien pris l'habitude maintenant de ce travail qui est difficile, mais qui est, je dirais, tout à fait indispensable. De Egyptische autoriteiten sluiten een terreuraanslag uit. Volgens hen is het vliegtuig neergestort ten gevolge van technische problemen tijdens het opstijgen. Er zijn vanuit het vliegtuig geen noodsignalen ontvangen. De Boeing 737 geldt over het algemeen als een van de meest betrouwbare toestellen. Vlucht 223 van British Airways van Londen naar Washington gaat vanmiddag gewoon door. De afgelopen 2 dagen werd die vlucht afgelast om veiligheidsredenen. Volgens de BBC bestond de vrees dat een terrorist geboekt had op die vluchten. Maar de man kwam beide dagen niet opdagen. De Indiaanse premier Vajpayee is voor een historisch bezoek aangekomen in de Pakistanse hoofdstad Islamabad. Het is voor het eerst in 5 jaar dat Pakistan zo'n hoog bezoek uit India ontvangt. Het is een duidelijk signaal dat de verstoorde verhoudingen tussen de twee landen langzaam verbeteren. De Indiaanse premier werd op het vliegveld van Islamabad ontvangen door zijn Pakistanse ambtsgenoot. Vajpayee is in Pakistan voor een top van 7 landen uit Zuid-Azië. India en Pakistan liggen al jarenlang in de clinch over grensgebied Kashmir. Bovendien werden over en weer provocerende kernproeven gedaan. Maar eind vorig jaar kwamen de twee rivalen tot een staakt het vuren in Kashmir. Het is onduidelijk of Vajpayee ook de Pakistanse president Musharraf zal spreken. Voor het eerst in de geschiedenis heeft een ruimtevaartuig stofdeeltjes verzameld van een komeet. Tot blijdschap van de NASA-vluchtleiding. De Amerikaanse ruimtesonde Stardust heeft foto's gemaakt en stof verzameld van een komeet die rond onze zon draait. En dat gebeurde op 390 miljoen kilometer van de aarde. We are going to comet, but we're also traveling back in time because we're collecting things that are very ancient and even older than the solar system. De stofdeeltjes kunnen belangrijke informatie leveren over het ontstaan van ons zonnestelsel en het leven op aarde. Over 2 jaar keert de zonde terug op aarde. NASA wacht ook nog met spanning op de landing van een robot op Mars vanavond. In Australië is grote commotie ontstaan over de bekende krokodillenjager Steve Irwin. Hij voerde een loslopende krokodil terwijl hij zijn 1 maand oude zoon in de andere arm hield. He's 1 month old, so it's about time Bob got out there and did his first croc demo. Het incident gebeurde in Irwin's reptielenpark, waar de krokodillenjager optrad voor publiek. Nadat de krokodil naar de dode kip had gehapt, zette Irwin zijn zoon ook nog even op de grond, ter hoogte van de krokodil. Volgens hem kunnen kinderen niet jong genoeg leren hoe gevaarlijk krokodillen zijn. But I would be considered a bad parent if I didn't teach my children to be crocodile savvy because they live here. They live in crocodile territory. Veel Australiërs belden de kinderbescherming om te klagen over de stunt met de 4 meter lange krokodil. I thought it was pretty stupid behavior. I thought it was wrong. I thought it was dangerous. Just in case he had slipped over wet shoes or something and fallen over. De regering van de deelstaat Queensland heeft een onderzoek gelast. You know, what we've got to ensure is that we don't see a repeat performance. Irwin betreurt de commotie, maar houdt vol dat de demonstratie ongevaarlijk was.
Het weer nog vanuit het noordwesten sneeuw die vannacht en morgen langzaam overgaat in regen. Daarbij is kans op ijzel en het kan dus glad worden. Vannacht nog lichte tot matige vorst, maar vanuit het westen geleidelijk minder koud. De temperatuur stijgt morgen overdag naar 7 graden aan de kust tot 2 graden in het oosten. Het volgende journaal is straks om 5 uur op Nederland 1. Goedemiddag.